Had je hem al gehoord van die Doumbé? Nee. Hij ging gewoon naar de dokter, maar die heeft pijn in zijn elleboog, hè? Dus hij zit, hij zei, ja dokter, man, ik kan echt niet vechten, ik heb pijn in mijn elleboog. Dus de dokter zegt, nou, laat even zien wat er aan de hand is. Nou, hij voelt, kijken. Hij zegt, nou, weet je wat, hier heb je zo'n reageerbasis, plaster even in. Dus hij plaster in, hij geeft naar die dokter kijkt, die schudt en die drinkt het in één keer op. Hij zegt, ook, zie je toch, tennis elleboog. Nou, oké. Okay. Hij zegt, luister, kom nou over 2 weken terug, hier heb je een receptie, goed opwrijven. En dan wil ik je ochtendurine hebben. Zeg om thuis, hij zegt tegen zijn vrouw, hij zegt, luister, die man is helemaal gek geworden. Ik geef hem het reageerbasis, voel me een plas, hij drinkt het op, hij zegt, hij kan precies zien wat ik heb. Nou, zegt die vrouw, het is toch vervelend. Maar na 2 weken, hij komt eraan, hij zegt tegen zijn vrouw, weet je wat we doen? Plas jij erin, zegt hij. Dus zij plast erin, hij denkt, nou weet je wat, trek me even af. Hup, ook erin. Nou, stapt hij zat. Hij pakt zo die pijlstok van die olie, hij duidt het zo in het reageerbasis, dus hij komt terug. En die dokter zegt, hoe is het? Hij zegt, nou ja, gaat wel. Hij zegt, waar heb je urine bij? Hij zegt, ja, dat heb ik. Hij zegt, hier alsjeblieft. Dus de dokter kijkt, hij zegt, zo, dat ziet er niet het beste uit, ouwe. Nou, hij zegt, nou, dus hij schudt eraan, hij drinkt het op. Dus hij doet bij zich lachend. En, hij zegt, niet best met je vriend. Je vrouw is zwanger van de buurman. Je auto met 10.000 kilo buiten beurt nodig. En je moet ze voltrekken, slecht voor je arm. We zijn er nu echt uit. Meer Veronica Fight zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.